Ik wacht op Basiel. Oh, ga je verstoppertje spelen? Ja, maar dat zijn de leuke dingen. Oh, zullen we kijken, wat hebben we hier? Ja, ik ga deze lekker eten. Ja, van de Jumbo. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. En het is vandaag alweer zaterdag 23 april 2022. Ja. En het is nu 10:55. Ja. Zoals je ziet lig ik dus nog lekker in mijn bed. Heerlijk. Ik mag niet klagen. En ja, het is mooi weer. En vandaag staat er ook weer wat op de planning, zoals een autorijles bij A-klasse. En ja, ik denk wel dat ik jullie mee ga nemen, maar dat zien we dan weer in een andere vlog. Maar voor nu wens ik jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ik wacht op Basiel. Oh, ga je verstoppertje spelen? Hè? Het duurt uit beeld te halen. Ja, dat gaat je toch... Toch maar niet? Niet? Nee, zeker niet. Waarom niet? Geen idee. Nou, maar ik wacht dus op Basiel. Basiel. Ja, en daar ben ik heel druk van in mijn kop. Alleen even dat en dat nummer. Oh, en daar komt de bus aan. Ja, is handig. Dus, maar ik kreeg ook al een berichtje 2 minuten. Dus hij moet er zo elk moment zijn. En hij is lekker... verlaat, want ik zou eigenlijk om 14:20 gaan rijden, maar dat is nu al bijna 3 uur. Dus hoe lang is hij te laat? Veel te laat. Best wel. Ik kan dat niet uitspreken, man. Schijt uit. Ik kan dat niet uitspreken. Gek, maffie. Dat is gewoon zo. Best wel. Zo. Ja, maar waar, hè? Wat zei je nou? Word ik hiermee. Waarmee? Maar kijk hè. Dat is mama en mama haar kookplaat. Er staat verder niks bij. Jawel, kom eens hier. Kom eens hier, dat staat er wel. Ho. Oh, nou, dan moeten ze dat even goed gaan doen. Ja. Dus ja. Wel ja, joh. Heb jij nog wat te vertellen? Nee, nee. Lekker rustig. Bijna in koor. Dus. Ja. Hallo, focus, dank u. Nee. Rij je dood, idioot. Ja, doe eens even. Heb je iets leuks en met je handen? Wat? Ja, en met die 2. Van 1, ja? Ja, dat is makkelijk. Ja, maar dat zijn de leuke dingen. Zo, focus! Hallo! Ja, nog een keer. Hij heeft geen focus. Ja, dat is mooi. Deze truc. Het zit aan elkaar. Ja, dat is mooi. Dat is fijn. En weer los. Ja, dat is mooi. Oh. Af en toe. Hallo, focus, dank u. Ja, dat is mooi. Mafio's hier. Ja. Binnenkort als de vlog online staat en dan ga ik die ook even naar jou doorsturen, want ik ben dus in Den Helder geweest. Ja. Maar wat een verkeerschaos, echt. Wat dan? En daar wil dus een vrouw oversteken op de VOP. En er staat dus een man met zijn Volvo op de VOP en dan wil hij nog een keertje gaan doorrijden. Ja, dat meen ik. Ja, dat meen ik.
de aanwacht van de week. Zo, die staat aan. Yes. Wat is dat voor oranje lampje? Vloeistof, denk. Nee, motor. Oh, motor. Ja, ja, ik heb het. Yes? Yes. Dat is goed. Hey! Oh, ik moet op de rem. Richting aangeven. Jeel. Oké, okay, dan gaan we naar rechts. Yes. Kijk verder. Bezig, netjes. Nee, maar deze wil je altijd wel vaak te snel. Deze ja. Weg, ja. En hier staat er ook een flitspaal. Dus ja man, hier staat er een vieze. Goed gedaan, netjes. Keurig. Anders moet je daar weer in gaan voegen. Kijk, een collega van mij. Een collega van mij stond naar links. Oké. Okay. Hoe lang moet je nog tot en met vasten? Nog een weekje. Ach ja. Ja, ik zo voorbij. Ja. Maar wel erg respect hoor. Ja joh, ik heb nog luisterleven vergeleken met andere mensen. Want? Sommige mensen werken in de bouw of... Ja, oké. Okay. Ik ga hem doen, ik ben goed dankbaar. Ik moet dankbaar zijn, weet je wel. Mm-hmm. Blijf maar hier zo juist goed, dan gaan we niet hier links aan de volgende. Oké. Okay. Hij geeft altijd vanzelf aan. Uh-huh. Hij is verhuisd. Die flitskast en die stond eerst daar. Nou hier. Is nieuw hè? Mm-hmm. Want die stond eerst daar. Waar? Deze flitskast en die stond eerst hier en bij deze boom. Oké. Het is veranderd. Ik wist niet eens als hier flitsen hadden joh. En je andere kant. Dat is alleen maar goed. Even op mijn snelheid straks letten, op met de 100 in kunnen voegen. Ik vind het zo raar, met onze eigen auto lukt het. Met de auto van de buurman ook. Maar met deze auto, ik weet het niet. Waar het aan ligt. Gaat je ook lukken, man. Hè? Gaat je ook lukken, is niks voor jou. Je moet iets hebben, is ruimer. Oh, sorry, ja. Die heb je yes. Of los, dat moet ik inhalen. Dan meer rechtsrijd, schat. Dankjewel. Oh, span. Je hebt dit. Rijswijk, hè? Als je zo rijdt, ga je niet slagen. Sorry? Je moet 100 rijden. Als je 85 rijdt of 90, ga je niet slagen. Nee. Je moet, ja, juist. Dan zeg ik tegen mij, vanwege die man voor je, dan moet je maar naar de linkerbaan. Zal ik ook doen? Ja, oké. Okay. Maar dan heb ik zoiets van, dan hou ik wel even mijn afstand, zeg maar.
ook eens vrij klassiek worden naar de nachtzijd. Yes. Je moet harder rijden liever dan Henk. Die rijdt weer fucking 90. What the fuck? Zullen we zoveel reageren? Maar... Nee, geeft niet. Het is alleen maar fijn. Kijk zo. Doe het goed. Gas los. Ja, dus minimaal 100, 110. Hele mooie auto hier. Een hele mooie Alpinaatje. Ja, hele mooie Alpina. Alleen de kenteken weet ik nog niet. Dat is Nico 812KN. Oké, dat is mooi. Een Alpina nog wel. Nou, ik heb rijles gehad. Maar ik kan beter. Ja. Ach ja. Daar leren we van, zeg maar. Wat ik dan niet begrijp. Ik heb mijn theorie. Ik heb mijn vrijstelling. En vandaag ging het gewoon. En daar kan ik dan weer niet tegen, want ik wil alles perfect mogelijk doen. En het CBR die wil anders zien. Kijk, als ik zelf rij, is het allemaal goed. Hoe ik al rij. Maar het CBR die wil net anders zien. Ja, als ik zelf rij. Ja, oeh, wat zeg ik nou? Oh, ja. Zelf aan de baan. Ja. Ja. Als je zelf rijdt, dan mag je het allemaal gewoon doen zoals je het wil doen. Maar niet volgens het CBR. Dus, en daar heb ik heel veel moeite mee. Om dat dus namelijk in mijn kop te drammen. Maar ja, ik heb dus bij twee eerdere rijscholen gezeten. En die hebben mij dat gewoon niet geleerd. Dus ja. Dus. Hi. Hi. Dus ja. Ach ja. Oh, zullen we kijken. Wat hebben we hier? Een beetje over, zeg maar. Geen idee. Nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Nope. Karen in trap lopen. Ja. Bij de mal. Ja. Kom ik wel gelijk goed uit. Of ik ook geen twee rolpaden te gebruiken. Kijk. Daar ben ik alweer. Dan ben ik allemaal weer berg af. Maar dat maakt niet uit. En dan moet ik deze kant op de duur trekken. Zo. En dan ga ik met mijn eigen vent hier opzoeken. Die ook zo lekker zagrijnig is. Ja. Snap ik wel. Weinig slaap gehad. Eens even kijken. Is hij er al of is hij er niet? Oh. Ben ik nou sneller als jou? Oké, wauw. Ik dacht, je bent er al, joh. Wauw, oké. Wauw. Nee, Ro en Ro die gingen eerder weg als mij. En ik denk, nou, zal ik hem met de rolpad gaan? Nee. Zal ik hem met de lift gaan? Nee. Ik denk, nou, weet je wat? En dan pak ik in de trap. Ik ben al wel helemaal buiten. Adem, maar liever even buiten adem, want Ro die moet straks weer werken. En ik had volgens mij de autosleutels bij me, ergens. Geen idee, even, ja, hier. Ja. Ja, ja. Zo, even in de tas gewoon, weet ik veel. Ja. Dan knal ik deze wel even weg, ja? Als jij dan even dat in de tas wil doen en dan zie ik je zo daar, ja? Goed. Mooi. Hoe ben jij hier langs gekomen? Via welke? Via de blauwe auto? Ja. Hè? Huh? Ja, via de blauwe auto. Ik heb het in de gaten, want die andere is te smal. Ja. Mooi, ik kan het je wegbrengen. Alleen dat zeg ik ben wel buiten adem. Nee, maar dat zeg ik. Ik weet gewoon niet wat ik heb vandaag. Ik zit ook niet echt heel lekker in mijn vel, zeg maar. Ik ben gewoon een beetje opgefokt. Roos opgefokt. Iemand anders hier was een beetje, voor mij gewoon een beetje opgefokt. Je hebt wel eens even die dagen dat je gewoon even niet lekker in je vel zit, zeg maar. Maar ik heb echt respect. Wacht even. Zo.
Nee, maar dat zeg ik. Ik heb echt diep, diep respect voor mensen die dus aan de Ramadan meedoen. Of vasten gewoon, überhaupt. Kijk, daar komt er al wel aan. Ik zal sowieso van Ro vragen hoe hij erover denkt. Hallo. Tot ziens, bedankt voor uw bezoek. Graag gedaan. Maar even een vraag aan jou. Hoe kan ik dit best stellen? Ja, om gewoon te gaan stellen. Ik heb heel veel respect voor de mensen die dus meedoen aan Ramadan. Ja. Hoe denk jij daarover? Ieder zijn ding. Ja, tuurlijk. Ieder en zijn ding. Als maar, jij wil vasten, dan mag je dat van mij. Ja, maar nee, dat ga ik niet doen. En ik mag het niet eens, zeg maar. Maar gewoon... Dat is jammer dan. Nee, maar hoe... Ja. Ja, het is religieus iets. Als je dat doen van je geloof, van je beleid, dat zo, dan moet je dat vooral doen. Mm-hmm. Maar ik zou er niet aan meedoen, zeg maar. Nee, oké. Dan is het wel van, ja, het is ontgifte en dit en dat. Ja. Maar als je dus overdag werkt en 's nachts slaapt, dan is het zwaar. Ja. Maar als je nachtdienst hebt, dan krijg je gewoon lekker eten en overdag lig je slapen en dan heb je toch geen trek in eten. Nee, oké. Okay. Dat maakt het makkelijker. Ja. En het is niet een vaste kalendermaand. Het heeft met de maanstand te maken, maanden, zeg maar. Ja, maar het is ook altijd met Paas, hè? Rondom niet Pasen. Rondom, maar dat is niet de vaste dag. Nee, dat is waar. Dat het iets eerder is, dat het nog langer donker, of eerder donker is, dus het makkelijker. Ja. En zoals nu is het later donker, dus dan wordt het moeilijker. Ja, oké, op die manier, ja. En weet je waar ik een stronthekel aan heb, zeg maar? In Moerwijk, zeg maar. In Moerwijk. Wat wil je? Ja, en laat hem er maar tussen. Maar, ik kies altijd dan ook weer even voor de veiligheid. Mm-hmm. Vooral met die bak, zeg maar. Mm-hmm. Maar, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar dat komt wel. Ja, ik ga deze lekker eten. Ja, van de Jumbo. Ik zag hem namelijk in zo'n koele kast, frisse kast, zeg maar. En hij zit dus nu al lekker in de pan. Ja, lekker. Dus ik ga even hierbij blijven en dan ga ik zo meteen eens even kijken of het lekker is. Hier, kijk eens hier. Ja, en toen was het alweer 3:30 midden in de nacht. Ja. Ik heb lekker namelijk even de hunters gekeken. De hunters in het wild. Ja, in het wild. Ja. En ik moet nog 1 aflevering en dan ben ik behoorlijk bij. Want maandag is waarschijnlijk de laatste. Dus ja, lekker even. Maar ja, als je iets gaat kijken, ja, dan weet je dat het dus ook laat gaat worden. Dus bij deze. Maar ik ga lekker de vlog afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En doe het belletje aan. En laat gelijk tevens dan gelijk ook een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel weer voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao!